Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben mijn last minute aan het klaarmaken voor de MTV EMA's pre-party. Ik had de hele dag de tijd, maar ik besloot even om nu pas te beginnen. En ik moet nu last minute een wenkbrauwpotlood halen. Dus dat ga ik nu doen. Mijn haar ziet er niet uit, maar dat ben ik gewend van mezelf als ik een event heb of wat dan ook. Moet ik straks even corrigeren. Echt, mijn haar zit zo lelijk. Niet normaal. Jongens, ik was dus net in de lift aan het klagen tegen jullie hoe verschrikkelijk mijn haar wel niet zit vandaag. En toen kwam er dus een vrouw binnen en toen zei ze tegen mij, oh wat heb je prachtige krullen. Dat is misschien een teken dat ik minder moet zeiken. Ik ga me even snel opmaken en zo. Oh, hate my hair. Oh ja, trouwens. Oh, wil je niet op beeld. Mijn wenkbrauwpotlood was uitverkocht. De kleur die ik wou van het merk Catrice. Dus heb ik nu een nieuwe gekocht. En ik hoop dat die mooi is, want ik heb gisteren die van H&M gekocht. En die was een beetje oranjebruin, wat echt lelijk was. Aan het opmaken in de woonkamer, omdat Nessim dus badkamer nodig heeft. Maar blijf hier gewoon zitten. Ik heb gewoon even een spiegeltje meegenomen. En al mijn make-up hier neergezet. En ik ga lekker mezelf opmaken. Ik moet echt heel goed blenden vandaag. Want als er iets is wat ik niet goed doe in mijn leven, dat is blenden. En dat moet vandaag echt gewoon goed gebeuren. Ik teken mijn lippen tegenwoordig zo. Ik overlijn ze een beetje, dat ik iets bollere mond krijg, zeg maar. En dan doe ik hier een lijntje. Daarna doe ik pas lipgloss eroverheen. Dan krijg ik echt veel vollere lippen. En op achtergrond hoor je heel gore geluiden van Nessie. En ik kijk die man. Heel blij met dit. Mijn haar is voor geen meter. Maar ik hoop dat mijn make-up gewoon wel mooi zit. Ik hoop ook echt dat het allemaal een beetje goed geblend is vandaag. Want daar ben ik ook echt... Weet je, normaal gesproken doe ik mijn make-up echt snel. En dan blend ik het niet goed uit. Ik had laatst een opmerking gekregen van, oh mijn god, ik heb allemaal vlekken op je gezicht. Het klopt ook echt, want ik doe alles gewoon zo snel, dan ga ik uit huis. Dat probeer ik vandaag even te vermijden. Vandaag deze lip liner van Kylie gebruik. En dat is in de kleur Coconut. Dit is de beste kleur ever voor mijn lippen. Echt te twijfelen, want ik ben hier de mascara aan het opdoen. Of ik nou wel of niet net wimpers op moet doen. Maar op een of andere manier heb ik daar gewoon echt geen behoefte aan. Maar dan denk ik op foto's is dat wel echt heel erg mooi. Ik weet niet. Om heel eerlijk te zijn vind ik het echt wel goed genoeg hoor. Fuck nep wimpers. Prima dit. Oké, mijn make-up is klaar. Ik ga me even heel snel omkleden. En mijn haar los doen en zo. En ik ga vandaag voor het eerst dit product uitproberen van Fenty Beauty. Jongens, ik ben een soort van ready. Ik ben toch voor de zilveren ketting gegaan. En ik vind dit wel het mooiste. Ik ben aan het twijfelen tussen twee schoenen. Namelijk deze, want ik ze gewoon echt super fijn vind. En daarnaast ook gewoon mooi. Maar ik zou eerder voor deze gaan, want ze gewoon echt... Ja, ik kan er gewoon de hele avond op lopen. Of deze, omdat ik ze gewoon mooi vind onder deze outfit. Echt rot het donker is, maar dit is mijn outfit van vandaag. En dan heb ik hier nog een blazer van de Zara. Oh, prijskaartje er nog op. En die doe ik er zo overheen. Want het is best wel fris buiten. Dus dat is een beetje de look. Zo, wij zijn eindelijk vertrokken. En we zijn nog even langs de McDonald's gegaan. Ik ga even lekker een McCroketje eten met een flesje water. Ik heb gewoon letterlijk allebei een broodje gehaald en een flesje water. Ik heb dus een McCroket gehaald zonder saus. Om te voorkomen dat ik vies word helemaal. Want vorige keer werd ik helemaal vies van de saus toen ik naar de bios ging. Oh my god. Maar vandaag gaan we lekker netjes eten, jongens. Maar een McCroket zonder saus is ook echt heel saai. We zijn eindelijk in Amsterdam aangekomen. Al is het nu al heel het rondjes te rijden omdat er echt geen parkeerplek is. Dus hebben we even besloten om naar de dichtbijzijnse parkeergarage te rijden. Om daar even te parkeren. Want anders gaan we alleen maar rondjes rijden. En daar hebben we er al helemaal geen zin in voordat we er zijn. Zo veel hoofd bij Amsterdam, hè. Ik haat Amsterdam alleen maar hierom. Award. Je gaat zo direct gewoon met deze award de winnaar aan de dans naar Sofie. Ik heb de gouden envelop hier, kijk. Ja, jij hebt hem daar, hè? Kijk, deze award, deze classic award gaat vanavond naar iemand zijn schoorsteen of haar schoorsteen. Zullen we de envelop open doen? Wil je het doen? Ga je het doen? Oké, dames en heren, zijn jullie een beetje klaar voor? Laat je even horen. Daar achterin ook? Oh shit. Oh shit. Oké, dames en heren. En de winnaar van de MTV EMA voor Best Dutch.
Dat was wel gezellig, Enes. Ik vond het hartstikke gezellig. Was leuk. Wel leuk. Allemaal mensen tegengekomen, een beetje lachen, een beetje praten. Ja, Snelle heeft gewonnen. Volgens mij heb ik het wel gefilmd verder. Maar dat was wel leuk. Nu hebben ze een afterparty. Wij zijn huis gegaan. En wij gaan lekker vrienden. Want wij hebben een beetje trek. Wat wil je vrienden? Dat was wel leuk. Ik heb echt... Wat is jouw eerste ervaring? Dat is wel jouw eerste rode loper samen ook, hè? Dat is helemaal niet waar. Jij vergeet heel veel dingen. Nee, Nessie heeft me vandaag gewoon weer aan dezelfde mensen voorgesteld die die vorige keer ook al heeft voorgesteld aan mij. Ik vraag me eens, heb jij Stanley ooit ontmoet? Ja, dat is echt schaamtelijk gewoon. Want hij vergeet gewoon dat ik ze al ken. En dan zegt hij, dit is mijn vrouw Miriam. En zei ik echt van, oké, die heb ik al 10 keer gezien. Je hebt altijd het gevoel dat als ik met jou ben, dat ik dat voor het eerst doe. Nee, ik ken ze allemaal al. Maar het, wel, het was echt leuk. Jij bent echt gek geparkeerd. Kijk, de auto van Nessie één keer hoe die heeft geparkeerd. Trap. Dit is echt Amsterdam gewoon. Kleine ruimte. Kijk hoe zo. Ik heb helemaal geen ruimte meer, joh. Zo. Oh, wat erg. Hoe ga jij hier rijden? 2 centimeter. We zijn nu bij Meram. Ik ga hem hier leggen zo. Hoe verrassend. Woe! We moeten echt 3 seconden nadenken waar we gingen eten, want... Mukbang. We wouden eigenlijk weer Italiaan eten, maar we dachten, nou, we weten echt niet of het lekker is of niet eten. Beste Italiaan was wel de 6 mei verjaardag. Ja, hoe is het Imperio Romano? We zijn nu hier, we gaan lekker eten en dan gaan we dus afscheid nemen van onze... Niet zo healthy lifestyle. Niet zo healthy lifestyle en we gaan morgen weer fit beginnen te worden. En Dina moet meedoen. Iedereen was vandaag letterlijk bezig met healthy lifestyle, behalve wij. Ja, man. Hoe voelen wij ons dik? Wat ben je achter? Behalve wij, we waren dik. We waren dikker. Oh, last cheat meal. Als ik morgen nog dus ga cheaten, dan staan we echt voor paal nu, hè? Nee, mag niet meer. Oké, ik heb een wrap. Wat kababi. Wrap kebab. Ik ga vandaag zo erg stinken, niet normaal. We hebben knoflooksaus op, we hebben uitjes. Ik weet niet of het is meer, maar ik heb een hele lam geslacht. Ik heb alles. Ik heb alles. Oh, dat vind ik al zo lekker. Dat is mijn lieveling. En we hebben frietjes voor de verandering. Ik bestel nooit frietjes, maar om de laatste keer is dat we gaan cheaten. Hoop ik. Ja, doe. Je had toch spa rood? Nee, maar niet beter. Ja, dat is spa rood hoor. Zo, laatste frietje van mij. Cheesecake met aardbei en cornetti. Chocoladesoufflé met ijs. Dit is wel echt lekker. Echt lekker. Niet doen. Hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben heel vroeg wakker geworden. Ik heb een paar afspraken in Amsterdam. Ik ben net even gestapt bij de tank om even koffie te halen. Ik wou vanochtend even mijn haar heel snel doen. Maar na gisteren was mijn haar echt zo'n drama. Ik kon er echt helemaal niks mee. Het was ook echt zo kroezig. Niet normaal. Dus ik heb mijn haar maar gewassen. En ik heb het even in een knotje gedaan. Maar mijn haar is nu echt gewoon kletsnat. En ik ben echt bang dat ik zo ziek ga worden. Ik hoop het niet. Maar ik ga nu even richting Amsterdam. Ze was trouwens echt heel erg leuk. Meestal als ik naar een event of zo ga, vind ik het niet altijd even leuk. Maar ik vond het gisteren echt heel erg tof. We hebben daarna wel echt heel veel gegeten. Ik ben er echt nog steeds misselijk van. Maar vandaag ga ik het weer lekker rustig aan doen. Ik hoop echt niet dat ik ziek word. Klaar met mijn afspraak. Ik ben in Amsterdam Oost. Dus ik ben ook gelijk langs geweest bij Urban Salad. Hier hebben ze echt best wel lekkere salades. En ik neem altijd de Urban Beef. Die vind ik echt super lekker. Ik heb daarnaast ook. Even kijken. Een gembershotje genomen. Ik weet niet of deze heel erg lekker is. Zie je ook kurkuma in of zo. Mijn favoriet, zoals jullie weten, die van Juice Express. Maar ik wil deze even. Heel graag drinken, omdat ik niet ziek wil worden. Alleen zo onhandig altijd om een salade te nemen in de auto. Want ik kan hem echt nu zo moeilijk eten. Echt, ik zeg jullie heel eerlijk, ik zou nooit in Amsterdam kunnen wonen. Ten eerste, parkeren is zo moeilijk. Ik kom altijd te laat, terwijl ik echt ruim op tijd vertrek. Ten tweede, parkeren is gewoon abnormaal duur. Dat is gewoon niet normaal. Oh, deze gemberzot is zo verschrikkelijk vies. Oh, oh, niet normaal. Oh, oh, dit is verschrikkelijk. Dit is echt zo heftig. Er zit een zwarte peper in. Ik ga gewoon helemaal dood. Nou, mijn tweede afspraak. In Amsterdam ging niet door. Dus ik ben letterlijk voor 1 afspraak naar Amsterdam gereden. Fucking cute. Maar goed, maakt niet uit. Ik rijd nu lekker met mijn salade weer naar huis. Ik ga die daar rustig op eten. Ik ben er al voor 20 minuutjes. En dan heb ik gewoon lekker een dagje met Nessie.
gaan we straks even voor de verandering naar Lidl boodschappen doen. Want we hebben in onze buurt alleen maar een Albert Heijn waar we naartoe gaan. Maar op een gegeven moment weet ook een beetje dat we naar een andere supermarkt gaan. We gaan vandaag naar Lidl. Zeggen dat ze daar betere groenten hebben en fruit. Dus daar gaan we vandaag voor, aangezien we weer gezond willen eten. Zo, ik ben thuis. Ik ga gelijk eten. Ik heb hier zoveel zin in. Oh mijn god, vandaag was zelfs de salade pittig. Er zaten gewoon ook gewoon pepertjes in. Ik ga gewoon dood vandaag. Ik denk dat ik mezelf even een beetje ga vaccineren, een beetje ga opmaken en zo. Want ik wil nog heel graag een foto van mijn outfit. Die had ik eergisteren ook aan. Toen wou ik ook een foto maken, maar daar was er niet van gekomen. Dus wil je zo een foto van me maken? En ze is inmiddels thuis. Ja. Zo, heel snel even opgemaakt. Dit is het een beetje. Wij hebben net foto's gemaakt in een verschrikkelijke zon. Gewoon niet kou, normaal. Ook in de kou. Oeh. Ik kan niet eens kijken gewoon. Dus wanneer je boodschappen gaat doen en je vult gewoon die hele band gewoon helemaal. Dat is echt erg. Nou, dat zien. Dat is niet normaal, hè? Gaan weer een gezonde lifestyle, jongens. Kom. We hebben zoveel gehaald. Ik ben echt trots op ons. We kunnen het. Ik weet niet of ik er heel veel zin in heb. Dat is een ander verhaal. Met kaas. En je hebt ook nog een groenteboer. Dat vind ik altijd wel leuk. Zoals jullie net zagen, hebben we echt heel veel boodschappen gedaan. Toen waren we thuis gekomen. Toen hebben we een beetje de taken verdeeld. Dus ik heb de vaat gedaan, een beetje de keuken opgeruimd. En Nessie heeft de boodschappen uitgepakt. En toen moest ik koken. Dus ik ging net naar de keuken toe. Om vlees te pakken. Maar Nessie heeft per ongeluk dus alles in de diepvries gedaan. Dus dat is echt balen. Als ik dus nu wil koken, dan moet ik de vlees dus omdooien. En daar heb ik eerlijk gezegd niet heel veel zin in. Nessie is nu even naar de supermarkt gegaan, want hij moest brokjes halen voor de katten. Dus dan gaat hij gelijk kip voor ons halen nu. Want we wilden eigenlijk vis eten, maar die heeft hij gewoon in diepvries gedaan. En ik ga nu alvast groenten snijden tot hij komt. En dan ga ik gewoon een beetje kip bakken met groenten. Het gebeurt er altijd, zeg maar, als een man je helpt in het huishouden. En normaal gesproken helpt hij je gewoon nooit. Ze weten gewoon nooit hoe en wat. Dus aan de ene kant ben je echt super blij dat je, zeg maar, geholpen wordt. Aan de andere kant denk je van, het kost me echt gewoon zoveel meer tijd eigenlijk als je me helpt. En dan wil je het eigenlijk een soort van alleen doen. Maar dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Ik heb echt zo erg trek. En ik had in mijn hoofd, ik had een kabeljauw filet gekocht. En ik dacht van, nou, ik doe gewoon lekker peterselie, olijfolie op. Gewoon een beetje heel simpel kruiden. Ik doe het in de oven en dan broccoli erbij en dan klaar. Maar goed. Ik heb hier uitjes met aubergine en courgette. En er komt nog paprika bij, tomaatjes, tomatensaus. En er wordt een soort van shakshuka, als ik het goed uitspreek. Ik ben lekker kip aan het pakken. Met knoflook, uitjes, peterselie, zwarte peper, zout en that's it. Zo, eten is klaar. Ik heb lekker kip. Aubergine met courgette, tomatensaus, salade, broccoli. Lekker. Zo, het is best wel vroeg nog eigenlijk. Maar ik heb even lekker afgehaald. Mijn ogen reageren gewoon ergens niet goed op. Want het wordt echt heel trots als ik mijn make-up eraf haal. En ik snap er niks van. Ik probeer voor alles uit. Maar ik moet even iets anders halen. Ik ga even heel vroeg naar bed vandaag. Want ik heb morgen weer een afspraak morgen. Dan moet ik vroeg op. En daarna moet ik naar Amsterdam toe. Dus ik ga gewoon lekker vroeg naar bed. I'm such a grandma. Granny. Dus ik hoop dat jullie mijn vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer.